Goedemiddag, daar is ze weer, de Wolzus, vlog nummer 9. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Marianne en in deze vlog deel ik je mijn handwerkavonturen en met name mijn avontuur om een eigen gebreid vest te maken voor mezelf. Heb ik nog nooit gedaan. Maar daarnaast heb ik ook nog andere handwerkjes. Het zijn momenteel alleen maar breiwerkjes. Ik kan ook haken en spinnen doe ik ook graag. En heel af en toe kruip ik achter de naaimachine. Maar momenteel is het vooral het breien. Leuk dat je er bent. We gaan beginnen. Ik zal eerst vertellen wat ik aan heb. Dit is mijn merengue. Dat is een patroon van Annie Baker Designs. Ik heb deze gemaakt in, even kijken. Ik heb een paar dingetjes opgeschreven, want anders dan ga ik dat vergeten. En dit is echt al een poos geleden. Ik heb hem gemaakt in Long Yarns, jawol. Ik wil eigenlijk mijn bril niet heel de tijd op en afzetten, maar jawol, magic, er stonden streepjes op de E's. Dus ik denk dat het eigenlijk jawol magic degradé is. Maar ik zou zeggen degrade. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Jawol, dat weet ik wel. Ik heb deze, het is kleur nummer 2625. Ik heb hem, het is kleur nummer 3625. Maar ik heb deze in 2016 begonnen, december 2016 op de 5e, en ik heb hem in januari 2017 afgemaakt, dus ik heb geen idee of Long Yarns nog dezelfde kleurnummers hanteert, maar goed, ik heb het er netjes bij gezet. Ik zal een linkje onderin van alle andere dingen die ik vertel ook. Zet ik linkjes in de show notes. Dan kun je eventueel nog even terugzoeken. Dan link ik naar mijn Revelry pagina. Ik heb deze toen best wel vlotjes gemaakt. Hè? Ik zeg net dat ik in december 2016 gestart ben. En dat ik hem in januari 2017 af had. Ik denk dat ik toen nog vooral één projectje tegelijkertijd had om aan te breien. En tegenwoordig is dat eigenlijk zelden zo dat ik maar één projectje tegelijkertijd heb. Weet je, hebt iets ingewikkelders en iets voor wat 's avonds op de bank. Een wat groter project, maar ook iets wat makkelijk is om mee te nemen. En nou ja, ik denk dat ik dat toen nog niet deed. Ik denk ook dat ik nog niet heel lang breide toen ik deze heb gemaakt. Het is wel een heel fijn torso wrap, wordt hij volgens mij genoemd. Het patroon is van Annie Baker Designs, dat zei ik net al. En het is gebaseerd op de merengue. Ken je dat, die zachte, luchtige gebaksdingetjes? Omdat dat dan, als je het dan in de oven doet en dat gaat zo groter groeien. Nou ja, daar heeft ze de inspiratie een beetje vandaan gehaald. Hij is best wel uitgelubberd. Want het is een breiwerk waar je, je begint bovenaan. En dan doe je een stukje recht breien, een stukje averecht breien. Een stukje recht breien, een stukje averecht breien. Zodat hij eigenlijk zo een beetje gebobbeld is. Maar nou ja, dat is er bij mij echt helemaal uit. Ik vind hem heel fijn om te hebben. En ik heb hem best wel, als ik wel eens een meditatiecursus doe of zo, dan vind ik het altijd heel fijn om deze mee te hebben. En ik vind het heel fijn dat hij echt om me heen zit. Een sjaal, daar heb je nog wel zo'n losse punt van die dan, bij je van je schouder afvalt. En dan in de koffie belandt of de soep of je trekt iets van tafel. Of, daar ben ik gewoon niet zo heel handig mee. Deze daarentegen, die zit om je heen en die blijft dicht bij je. Als je hem ietsjes dichterbij brengen, dan kan je de kleuren mooi zien. Helemaal echt wel, ja, kleuren waar ik van hou. Een beetje verzonken, herfstkleuren. En het is gewoon een heel leuk breiwerk. Hij is van boven naar beneden gebreid en de meerderingen
worden in de vorm van omslagen gedaan. Dus dat is niet moeilijk. Dus ben je op zoek naar iets eenvoudigs of heb je nog een bol garen leggen waarvan je denkt van ja, wat zal ik ermee? Ik heb er eigenlijk niet echt iets matchends bij, maar, hè, want het is één bol. Dus je kunt dan, misschien dat zij ook wel echt daar een ding van heeft gemaakt. Om projecten voor één bol te ontwerpen. Weet ik niet meer. Ik heb dat toen destijds bij Elite in Amersfoort gekocht. Ik doe me even om. Zo. Hij kan lekker om je heen. Je kunt hem een stukje zo over je schouders trekken. En dan heeft hij ook je rug lekker bedekt. En als je een jas aan moet, dan doe je hem even omhoog. En dan kan hij zo ook gewoon onder een jas. Zo kun je hem natuurlijk ook dragen. Maar ik vind hem vooral fijn om hem echt over mijn schouders heen te trekken. Als schouderwarmer. De achterkant een beetje naar beneden. Zo. Dus ja, blij mee. De merengue. En die Baker Designs. Gebreid in jawol. Wol. En ik heb mijn oorbellen in. Ik ben natuurlijk van het weekend op de handwerkbeurs in Gent geweest. Samen met Linda. Nou, we hebben het echt super leuk gehad. Donderdagochtend ben ik om 9 uur naar haar gereden. Hebben we mijn auto ingeladen. Ik rij een relatief grote auto. Dus in mijn auto kunnen veel meer spullen als in die van haar. Dus meestal als we naar een beurs gaan en ik ga mee, wat heel vaak het geval is, dan gebruiken we mijn auto. Dus we hebben de auto ingeladen en ik denk, nou ja, ik weet het niet meer precies. Ik denk dat we 11 uur, 11:30 op pad waren. Nog een klein boodschapje gedaan vooraf en toen richting Gent gaan rijden. Vond het toch best wel een beetje spannend om de grens over te rijden zelf. De enige keer dat gebeurt, dan ben ik eigenlijk altijd met mijn man. En die rijdt dan bijna altijd. En toen ik jonger was, begin 20, toen ben ik met vriendinnen wel een keertje op vakantie geweest. In Frankrijk zijn we gaan kamperen. Maar toen dacht ik er überhaupt nog niet na over dingen die mis konden gaan. En als je dan volwassener wordt, hoe ouder je wordt, hoe meer je wel lijkt te gaan nadenken over alles wat er ook nog fout kan gaan. Dus ik vond het ergens wel een beetje spannend. Ik heb dat wel weer losgelaten en we hebben het gewoon gedaan. En het ging allemaal prima. Bij Antwerpen kom je natuurlijk altijd wat drukte tegen. Maar dat zeiden de mensen in België zelf ook, die daar voor de beurs langs moesten. Dat schijnt echt altijd een heel druk punt te zijn. Dus, maar nou ja, daar hebben we op de heenweg iets van oponthoud gehad. Maar eigenlijk niet stilgestaan. En terug eigenlijk ook niet meer. Terug was natuurlijk zondagavond. Dus dan, dan rijdt daar nog steeds heel veel verkeer. Maar nou, het viel hartstikke mee. Dus dat ging prima. Toen hebben we de donderdag, toen we aankwamen in Gent, zijn we op gaan bouwen en daarna naar het hotel gegaan. Nou, het is natuurlijk heerlijk. Op hotel zijn vind ik echt leuk. Dat er 's avonds iemand je eten voor je klaarmaakt. En dat je 's ochtends bij het ontbijt kan aanschuiven met allemaal dingetjes die je zelf thuis echt niet gaat maken voor je ontbijt. Want daar heb ik gewoon echt geen zin in. Dus, en nu was dat er gewoon. Dus dat was hartstikke leuk en lekker. Daar geniet ik ontzettend van. En ja, op de beurs zelf was het ook echt ontzettend leuk. Heel veel leuke Belgische breisters ontmoet. Maar natuurlijk ook Nederlanders die in het zuiden van het land of in Zeeland wonen. Hè. Voor de mensen in Zeeland is Gent veel beter bereikbaar of veel dichterbij dan bijvoorbeeld Zwolle. Dus het was een leuke mix van Belgische en Nederlandse bezoekers. Het was best wel aardig volk volgens mij. We begonnen enorm stressvol. Omdat het bleek dat de pinautomaat echt alleen in België niet werkte. Verder kun je dat ding geloof ik overal mee naartoe nemen. Behalve België. Daar doet hij het gewoon niet. Ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Maar die bankorganisaties die moeten dan ongetwijfeld iets van licenties, contracten, weet ik veel wat hebben.
En dat had het merk Pinautomaat, wat Linda heeft, in ieder geval niet met België. Ja, dat hadden we over het hoofd gezien. Geen idee. Ik weet ook niet of je dat echt vooraf kunt weten allemaal. Je verwacht het ook tegenwoordig niet meer, hè? Binnen de EU kun je toch alles? Je gebruikt je internetbundel zoals je hem thuis gebruikt. En je betaalt allemaal met hetzelfde geld. En op de beurzen die we in Nederland hebben gedaan, in Tilburg, maar ook wel in Zwolle, komen Belgen. En het betalen helemaal nooit een probleem geweest. Dus nu, nou ja, hadden we er gewoon helemaal niet op gerekend. En dan is het toch een beetje stressvol. Want ja, ineens denk je van, oh god, als er niemand hier met PIN kan betalen. Ook de Nederlanders konden niet met PIN betalen. Omdat dat ding, dat pinautomaatje, dus gewoon niet meer in Nederland was. Verbindt hij met andere netwerken? Dat werkte niet. Maar goed, het is opgelost. En we hebben een hartstikke leuke beurs gedraaid. Met heel veel leuke mensen. Er kwamen weer mensen cadeautjes brengen. Superleuk. We kregen een heerlijke doos bonbons. Ik ga alleen de doos laten zien, want die zit natuurlijk niet meer helemaal vol. En ik ga lekker niet verklappen hoeveel bonbonnetjes ik gegeten heb. Maar deze heerlijke doos bonbons, die kwam Janine Degelaan bij ons brengen. Die kijkt onder andere naar mijn vlogs, maar ik neem aan ook naar die van Linda. En zij wilde heel graag het Samalvest ook gaan breien, maar had problemen met het patroon aankopen. Dus uiteindelijk hebben wij dat voor de verzorgd. Linda had het geregeld. En als dank daarvoor kregen we lekkere bonbons. Dus dankjewel, Janine. En ik hoop echt dat je heel veel plezier gaat beleven aan het breien van het vest. En wellicht komen we elkaar nog eens tegen. En gaan wij live onze vesten aan elkaar showen. En ik had natuurlijk mijn oorbellen. Hè? Die had ik vorige keer al laten zien in... ik heb ze toen in Zwolle gekocht en in een van mijn vlogs die ik maakte na de beurs in Zwolle, daar had ik natuurlijk mijn aankopen en mijn cadeautjes en alles laten zien. En deze oorbellen waren onder andere, heb ik daar toen over verteld, want ik wilde graag een beursoutfit. Nou ja, in de ideale wereld zou ik natuurlijk meerdere leuke truien met mooie jokes hebben. En dan elke dag van de beurs een ander eigen breisel aan hebben. Maar nou ja, we leven niet in de ideale wereld. Dus dat heb ik nog niet. Maar ik heb dus oorbellen als mijn beursoutfit. Ik hoop dat ik daar lekker veel uitbreiding aan kan geven. En dat daar ook in de toekomst gebreide truitjes, t-shirts en vestjes bij komen. Dat zal allemaal vast, want ik wil het allemaal. Maar er is geen ene kraam op zo'n beurs die handwerktijd verkoopt, hè? Je gelooft het niet, maar het is zo. Dus ik ga rustig en gestaag door en dan komt er vast allerlei kleding die ik naar beurzen aandoe. De dames van Draadkracht, die hebben altijd allebei dezelfde trui aan en met mooi inbreiwerk. Ja, dan staan Linda en ik te kijken. We stonden toevallig tegenover ze. Of schuin tegenover ze. En dan hebben ze elke keer een andere trui aan. En dan zitten we van, ja, dat moeten wij ook. Dat willen wij ook. Maar goed, we zijn gewoon nog niet zo ver dat we dat hebben. Het had hier wel gekund. Want het was helemaal niet super warm op de beurs. Het was natuurlijk buiten ook helemaal niet meer super warm. En dan, nou ja, dan is het in zo'n hal natuurlijk ook goed te doen. Maar als je zo'n hele volle beurshal heb met en veel lampen aan natuurlijk. Hè. Elke stand heeft verlichting en veel mensen binnen. Ja, dan is het niet koud in zo'n hal. Ik heb dan eigenlijk niet een vest of iets nodig. Ik heb gewoon een t-shirtje aan. Maar ik wil het wel. Dus het gaat er komen. Maar zolang ik nog geen potjes tijd kan kopen bij een van de standhouders, nou ja, duurt het allemaal nog even. Maar dat geeft niks. Ik ben alvast heel blij met mijn oorbellen. En er waren best wel veel mensen die daar een opmerking over maakten. Dus ik ga hem ook linken hieronder. Maar de oorbellen zijn van Holland Creatief, handgemaakt door Antje. Dus zij heeft ongetwijfeld een website. Die ga ik onder in de show notes linken. Ik dacht, ik zal ze nog eventjes indoen voor de vlog. Ik had na Zwolle nog een paar oorbelletjes gekocht. Gewoon
even wat simpels, want ik had jaren geen oorbellen in gehad. Dus ik had een paar oorbellen gekocht, hartjes. Ik had ze op mijn vorige vlog in. Die had ik even gebruikt om die gaatjes door te prikken. En toen dacht ik, ja, ik moet natuurlijk niet gelijk zulke hangers erin in hangen. Al wegen ze helemaal niks, hoor. Ik heb er eigenlijk, nou ja, helemaal geen last van gehad. Maar ik dacht, ik moet even een poosje van tevoren. Ik had dat een paar weken van tevoren bedacht. Maar uiteindelijk heb ik een klein weekje van tevoren. Had ik dan daadwerkelijk andere oorbellen met een flesje zoutoplossing. Zodat ik ze elke avond een beetje kon inspuiten. Want ik dacht, ja, het moet natuurlijk niet zo zijn dat je op een beurs je nieuwe oorbellen indoet. En dat eigenlijk een beetje te veel is voor je oren. Waar al heel lang geen oorbellen in zaten. Dus een paar dagen van tevoren die gaatjes doorgeprikt. Dat ging verbazingwekkend makkelijk. Nu heb ik ook heel lang wel oorbellen gehad. Alleen, ja, ik denk dat ik de laatste 10 jaar of zo gewoon geen oorbellen meer in heb. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed waarom ik daarmee gestopt ben. Geen idee. Maar goed, ik heb nu 2 paar. Dan gaan deze straks wel gewoon weer apart voor de beurs in januari. Ja, dan komen we naar Houten. Daar is dan de... Geen idee. Zal ik linken onderin. Ik denk ook de handwerkbeurs. Ja, dat denk ik. In de expo in Houten. Dat was de beurs die in Zwolle gehouden werd altijd. Daar is het natuurlijk niet meer. De IJsselhallen was het voor het laatst. Dus de, nou ja, in januari de beurs is in Houten. En dan geloof ik dat de breidagen, want je hebt de handwerkbeurs en de breidagen. De handwerkbeurs is natuurlijk breder, hè? Daar kun je ook voor quilten terecht. En we hadden nu in Gent ook quilten, diamond painting, fournitureswinkels. Er stond een grote stand van Pfaff en Singer met allerlei naaimachines. En niet echt meer andere dingen. Geen papier of zo, dat allemaal niet. Wel dan diamond painting en veel quilten ook. Ja, heel veel mooie lapjes en quiltbenodigdheden. Maar, line of thought. Maar goed, je hebt dus de, juist dat was ik aan het zeggen, je hebt dus de handwerkbeurs en de breidagen. De breidagen richten zich veel meer op breien en haken. En ik denk ook wel wat spinnen. En nu was er ook wel wat op spingebied, hoor. Er zijn natuurlijk een aantal verkopers van breigaren. Schaap en Draak stond, die heeft breigaren, handgeverfd garen en spinlonten. En zo waren er nog een aantal. Oh, weven. Weven was er ook, ja. En, de breidaag is echt wel de focus op breien en haken. En, maar wat we dus in januari in Houten hebben, dat is 4 of 5 dagen handwerkbeurs. Dus daar heb je gewoon wat breder. Hè? Het handwerk is breder dan alleen breien en haken. Daar gaan we weer staan. Dus de oorbellen die ga ik niet heel veel dragen tussendoor. Want ik, nou ja, ze zijn gewoon echt heel mooi. En ik denk dat de klosjes garen. Het is gewoon een soort DMC garen, denk ik. Ik denk dat ze het ook wel aankunnen. Maar ik wil ze gewoon mooi houden voor de beurs. En zolang ik nog niet heel veel gebreide items heb om aan te doen, zijn de oorbellen mijn beursoutfit. Dus ik ga ze straks weer netjes opbergen. Oké. Wat heb ik gedaan? Oh ja, ik kreeg nog een cadeautje. Catharina Levensgenieter. Dat is niet haar echte naam, maar zo heet ze op de socials. Die kwam een prachtig pakketje voor ons brengen. Voor Linda en voor mij. En zo leuk. Ze had voor Sven, voor Linda's zoon, ook een pakketje mee. Heel erg... met aandacht. Hoe zeg je dat?
Maakt niet uit. Er zaten neuzekes in. Ik kende het niet. Het is een Belgische lekkernij. Het houdt een beetje in het midden tussen een bonbon en een snoepje. Ik vond ze heel lekker. Ik heb er nog 2 in het zakje zitten. En ik ga heel erg mijn best doen om die te bewaren voor mijn man. En mijn dochter die heeft een hapje geproefd van de oudste. Die vond het niet zo. Maar dat geeft niet. Ik heb nog 2 kinderen. Dus het wordt al een probleem, want ik heb er nog maar 2. En er zijn nog 3 personen. Maar goed, komt goed. We gaan ze doorsnijden. Dus neuzekes zaten erin. Ik vond ze echt heel erg lekker. Ja. Er zaten wat theetjes in. Gelijk 's avonds met Linda in het hotel. Lekker kopje thee gezet. We waren... wanneer was het? Ik denk dat... Ja, Catherine was er de 2e dag. En toen kwamen we 's avonds in het hotel. En we hadden natuurlijk die stress gehad met dat pinnen wat niet werkte. En nou ja, verder echt een ontzettende drukke beursdag. Nee, dat was de 1e dag. De 2e dag. We waren... Ja, ik weet het niet. We waren alleen in het hotel. Er waren nog meer standhouders die ook in hetzelfde hotel zaten. Maar we waren 's avonds met eten, denk ik, de enige beursgangers die in het hotel waren. En we hadden het gewoon hartstikke koud. Dus we zijn na het eten gewoon lekker op onze hotelkamer gaan zitten. En daar hebben we lekker Sinterklaas thee op. Was heel lekker. Beetje kaneel en koekkruidenruikje. En er zaten wat pukka thee in, de winter warming. Dus dat zal ook wel een hele lekkere zijn. Heb ik nog niet van op. En 2 kerstzuurstokjes. 1 kale en eentje met een heel leuk gehaakte... Ja, hoe noem je dit? Met een heel leuk haakwerkje eromheen. Ziet hij er nog leuker uit als hij in de kerstboom hangt. Ik weet niet of hij dat gaat redden, de kerstboom. We zullen zien. Want ik denk dat ik hier wel liefhebbers voor in huis heb. In ieder geval echt super bedankt, Catherine. Zo attent dat je weer wat bij ons had, bij je had voor ons. Dus het wordt enorm gewaardeerd. Dank je wel. Even kijken. Wat ga ik nog meer vertellen? Ik heb vorige week... natuurlijk mijn babyvestje was bijna af. Hè? Dat hing in de kraam. Dat heb ik afgemaakt. Ik heb de draadjes van mijn Secret Forest sjaal weggewerkt. Die hadden we mee. Die hing te pronk in de kraam. Ik had mijn sokken mee. Die had ik afgemaakt. Maar verder heb ik niet zo heel erg veel gebreid. Ik heb dus echt die paar dingen afgemaakt. Maar ik ga gewoon alles laten zien. Ik had in de vorige vlog verteld dat ik mijn Vertices Unite weer op wilde pakken. Dat ik die mee wilde nemen. Dat heb ik gedaan. Maar ja, gewoon niet zo heel veel aangebreid. Sowieso tijdens de beursdagen niet aangebreid. Op de beurs zelf had ik het wel elke keer bij me. Maar wat ik moet onthouden voor de volgende keer... is dat ik persoonlijk, als ik op zo'n beurs zit... en vaak dan is die dag vrij druk... maar dan na 3 uur, dan merk je echt dat het aanzienlijk minder wordt... qua bezoekers. En dan krijg je wat meer tijd om even te zitten en... Dan kun je dus een breiwerkje oppakken, maar dan vind ik een sjaal dus gewoon echt niet een handig breiwerkje. Hè? Want als er dan weer wel iemand aan je kraam staat, nou, moet je dat gewoon gelijk weg kunnen leggen. Dus de volgende keer dat wij weer naar een beurs gaan, hoop ik dat ik daar tijdig aan denk, dat ik even een sokje opzet. Een sok is gewoon handig, klein. Dus dan ja, wil ik dat meenemen als beursbreitje. Ik had nu bedacht van ik neem die Vertices Unite mee. Omdat het best wel een eenvoudig breiwerk is. Denk, dan hoef ik niet na te denken. Het is alleen maar recht breien. Maar uiteindelijk vond ik gewoon, ja, doordat het een sjaal is. Nou, vond ik het niet praktisch om even voor een paar steken of een paar toertjes op te pakken. Ik heb wel een paar keer 's avonds in het hotel zitten breien, maar ook gewoon niet heel veel. We waren aan het einde van de dag gewoon echt moe. Eigenlijk elke dag. Donderdag na het opbouwen was ik echt heel erg moe.
Maar ja, toen had ik natuurlijk ook 4 uur gereden. En ik had me daar toch, nou ja, toch wel een klein beetje zorgen om gemaakt. Ik had het ook wel weer losgelaten. Maar ik denk dat ik dan toch, nou ja, sowieso 4 uur rijden op een dag. Dat doe ik niet zo vaak. Nou ja, ik was gewoon echt gesloopt aan het eind van die dag. En de volgende dag was ik ook nog steeds heel moe aan het eind van de beursdag. Dus toen hebben we wat gegeten en zijn we eigenlijk ontzettend vroeg naar bed gegaan. En de dag daarna was het beter. Ja, de zaterdag en de zondag, toen was ik best nog wel aardig fit. Maar ja, de zondag ga je natuurlijk alweer terugrijden. Hè? Dan ruim je je tent weer, je kraam weer op en auto inladen en terug. Ik ga gewoon eventjes alles de revue laten passeren. Ik heb hiervoor van alles liggen. Dat komt ook nog aan bod. Ik ga eerst mijn samal erbij pakken. De hele reden van deze vlog. Nou, ik ben echt niet heel veel verder. Waar is mijn steekmarkeerder? Hier voel ik hem. Ja, ik heb echt... Ik ga hem heel even laten zien. Hij komt elke vlog voorbij. Dus ik wil ook niet te veel tijd er verder aan besteden. Maar... Nou ja, even kijken hoor. Moet ik zelf natuurlijk ook wel kunnen zien wat ik laat zien. Hier hangt de steekmarkeerder. Even de goede kant op, want het is zo'n schattig paars schaapje. Dus ik heb echt maar, nou, een kleine centimeter erbij gebreid. Het is echt niet veel. Even kijken. 1, 2, 3. Ik denk 4 toeren. Het zijn natuurlijk best relatief veel steken. En ik merk nog steeds dat ik met de Holstkarn minder snel brei als met de merino wolletjes die ik ook gebruik. Geeft helemaal niks. Het is geen klacht. Maar ik ben gewoon minder snel met breien van dit garen. Ik ga de steekmarkeerder wel verzetten. Even een steek zoeken hier. Zo. Hij staat weer onderaan. En wellicht dat ik er deze week wat meer aan toe kom. Ik heb inmiddels 3 knoopsgaten erin zitten. Dus dit zal een, nou, een centimeter of 25 is het nu lang, gok ik. Dus die gaat weer in de tas van Hohi Locatelli. Mijn samalvest in Holst, super soft. Ik ga het allemaal in de show notes zetten, maar... Nou ja, de volgende keer heb ik hopelijk wat meer eraan gebreid. En dus ook wat meer om te laten zien. Verder heb ik mijn sok nog even bij me. Die is af. En ik mocht van Linda even zo'n... ja, het is een plastic voet, zeg maar. Meenemen. Want daar showt hij gewoon wat mooier op. En ik heb er voor de gelegenheid even een zwarte sok onder gedaan. Die voet zelf, die is wit. Maar ik vond dat je toch het patroon nog wat minder goed ziet als die witte voeten onder zit. En ik vind het patroon zo mooi. Dus ik ga hem nog 1 keer laten zien. Daarna is het klaar, hè. Dan is dit project af. Maar nou ja, het is inmiddels wel duidelijk dat ik dit een hele mooie sok vind. Dus daar komt hij nog 1 keer in volle glorie. Hoe ga ik dat het beste laten doen? Zo, een beetje schuin houden. Dan past hij helemaal in beeld. En nou ja, wat ik dus heel mooi vind, is dat patroon wat rond het been draait. He, dat leespatroon hier, die blaadjes sexy, die al op het achterbeen begint. En dan zo meedraait naar de voorvoet. De linker en de rechter sok zijn tegengesteld. He, dus je hebt echt verschillende sokken. Op zich niet per se een linker en een rechter, maar in ieder geval... draait bij beide het patroon andersom. En dan hier de schuine banen met de gaatjes randjes erlangs. Die hier weer overgaan in smallere schuine banen. Dus, de Pointel sok van Cookie E. Ik zet hem in de show notes, de link naar mijn Revelry pagina. Waar je nog eventueel kunt doorlinken... Naar het patroon. Gebreid in Wool Hobby Settle. In de kleur. Hmm.
heette die nou? Iets met C, toch? Heb ik het... Wacht eventjes. Ik heb hier een tasje waar die in zit. Alleen, daar heb ik ook allerlei restjes van mijn Quiet Sea. Ja, volgens mij was dat het. Ik heb hier ook de restjes van mijn Secret Forest Mystery Call ingegooid. Ja. Ja, de kleur heet Quiet Sea. Dus. Ik ga de steekmarkeerder eruit halen. Oh, niet zoveel voor de beeld zwaaien. Ik ga de steekmarkeerder eruit halen, want dan kan ik die zo in mijn Vertices Unite doen. Ik had het spinnenwieltje erin zitten. Zo. Ja, dus deze zijn... Ze hoeven pas na de jaarwisseling op reis. Maar deze zijn klaar voor verzending. Goed. Laat even weten als je ze ook gaat breien. Dan heb ik... Nou, ik zal eerst mijn Vertices Unite laten zien. Dat is een sjaal van Steven West. En afgelopen... toen ik jarig was, 5 juni, toen heb ik de wol voor mijn verjaardag gekregen. Het is allemaal wol Hobby Merino. Je hebt 5 kleuren nodig voor deze sjaal. Het is een patroon van Steven West. En nou, ik geloof dat Knitting Inden, Yvonne van Knitting Inden en Linda dan van Wool Hobby bedacht hadden. Die hadden volgens mij het idee om daar van de zomer een make-along mee te gaan doen. En daar ben ik met mee gaan doen. Alleen, ik heb hem... Ik ben in, er was ook volgens mij een opzetfeestje, of in ieder geval een opzetzoom. Daar heb ik niet aan meegedaan, want toen we begonnen, 30 juli, toen zat ik heerlijk op vakantie in Italië. En ik had geen zin om vanaf de camping te gaan zoomen, dus ik ben gewoon lekker zelf begonnen. Ik zal even mijn kleurtjes erbij pakken. Ja, deze nog. Nee, die hoort er niet bij, hè? Wel. Ja, die hoort er ook bij. Sorry hoor. Het zit al een tijdje in de... Oh. Pen. Het zit al een tijdje in mijn tas. Dus ik moet even weer nadenken wat ik ook alweer moest doen. De Vertices Unite is een modulair gebreide sjaal. Van Steven West. En hij bestaat volgens mij uit 5 delen. En ik heb deel 1 en 2 klaar. Alleen van deel 2 staan de steken op een breikoord. En mijn koord is minder lang als dat deel. Dus hij zit een klein beetje opgefrommeld toch op de naald. Dit is deel 1. Een beetje naar achter zitten. Daar begin je mee. Je begint klein. Alleen maar recht breien, ribbelsteek met 2 kleuren. Ik heb een tiel kleur en een oranje kleur gemixt. En die combinatie is me toch mooi, joh. Het is, ja, ik weet niet, het geeft een beetje een industrieel idee. Dat bedenk je dan niet van tevoren per se. Je kiest kleuren uit die mooi zijn met z'n 5. Althans, ze zijn voor me uitgekozen, want... Ik heb het voor mijn verjaardag gekregen. Maar dan heb je dus 5 kleuren. Ik zal ze even alle 5 laten zien. Gaat dat zo? Dat kan ik natuurlijk nooit. Zo. Maar... Juist. En dan heb je dus die 5 kleuren. En dan moet je dus gaan bedenken. Hè, sommige vlakken moet je met 2 kleuren breien en sommige vlakken breien je maar met 1 kleur. Dus dan moet je gaan bedenken welke kleuren je dan in zo'n vlak gaat mixen met elkaar. Dus nou ja, uiteindelijk had ik dus besloten dat ik oranje en tiel samen zou mixen in deel 1.
Wat dus echt heel goed uitgepakt is. Het is een sjaal waarbij je dus begint. En je gaat meerdere. Totdat je hier bent. En dan ga je weer een deel minderen. Daarna ga je deel 2. Dan neem je de steken van deel 1 weer op. Langs deze rand. En ga je daar een deel aan vastbreien. Nou, dat kan ik dus niet zo goed laten zien. Want die koord is langer, of is korter dan het aantal steken. Ook gewoon recht gebreid met de kleuren omgewisseld. En daarna moest je ze op een koord zetten. Want er komt uiteindelijk nog een eikoord om de hele sjaal heen. En voor deel 2 heb ik groen en cookie dough gemixt. Die groene heeft natuurlijk, die heet geen groen. Zal ik eens kijken? Ik heb de labeltjes hier natuurlijk wel in zitten. Die bewaar ik altijd wel. Oh, het rammelt een beetje in de tas. Er zitten wat kleine blikjes in. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Moet ik er nog één hebben? Ja. Oh. Ja, hier zo. Ik zal eens even kijken. Ik heb uiteindelijk op mijn patroon de namen geschreven. Bladgroen. Dat is mijn groene. Nou, dat is echt groen. Ik hou heel erg van groen. Vind ik een hele mooie kleur. Die heet bladgroen. Verrassend. Even kijken wat deze zegt. Cookie dough. Cookie dough ice cream. Dat weet ik. Dat is deze. Mooie. Ja. Echt zo'n cookie dough kleur, hè? En carrot tea. Die heb ik zelf geverfd. Ooit voor Linda. En de naam bedacht. Deze heb ik niet zelf geverfd. Die kleur heeft zij verder verder doorgevoerd. Ik heb deze ooit een keer geverfd op haar settelbasis. En toen heb ik hem Carrotie genoemd. Dat vond ik een hele leuke naam. Wortelig. En dit is hazelnut latte. Dat herken ik ook niet echt. Volgens mij heb ik 2 labeltjes die niet bij deze kleurtjes horen. Maar ik heb het ook. Nee, ik heb het niet goed opgeschreven. Hè? Deze kleur, waarvan ik dacht van nou, zou die dan nee, die heet geen groene oase. Dit is tiel. En deze kleur heet volgens mij chocolate cake. Maar om de een of andere reden heb ik hier 2 labeltjes in. Dit zou nog heel zo'n hazelnut latte kunnen zijn. Maar die naam komt me zo niet bekend voor. Maar ik heb toch echt niet meer labeltjes hierin zitten. Nee. Nou, ik zal eens aan Linda vragen wat ik verkeerd doe. Die 5 kleuren moet je dus van tevoren bedenken, hè? Want je hebt 5 delen in het patroon zitten. En je weet dus dat je die kleuren moet gaan mixen. En er staat 1 heel duidelijk plaatje bij. Het is een beetje gevouwen hoor. Ik zal niets van het patroon laten zien, want dat is niet zo netjes. Maar dit plaatje laat dus de delen zien die in het patroon zitten, zodat je kunt bepalen welke kleuren je op welke plekken wilt gaan mixen. De sjaal is in 2 groottes kun je hem breien. Ik ga de grootste versie breien. Die staat hier op het plaatje. Ik ga ook even de vouw iets anders doen. Maar hier staat Steven er zelf ook bij. Dus hier kun je niet alle delen heel duidelijk zien. Ik heb hier wel opgeschreven. Hè, de delen worden aangegeven met A, B, C, D en E, geloof ik. Hè? Ja.
Dus ik heb wel de letters even erbij vermeld en dan de namen van de kleuren die ik bedacht heb voor de verschillende delen. Dus ik heb al oranje en ik heb inmiddels alle kleuren erin zitten trouwens. Oranje, carroty en teal voor deel 1. Bladgroen en cookie dough voor deel 2. En dan moet je dus tussen die twee delen in, moet je ze steken, moet je een deel 3 gaan breien. En dat heb ik in, die is maar in één kleur. Daar heb ik de bruine voor gekozen. En dan doe je steeds, je begint hier met twee steekjes opnemen. En dan brei je heen en weer. En dan doe je hem telkens aan de zijkanten gelijk vast breien. Dus dat is op zich heel leuk om te doen. Maar ik vond dit dus om op de beurs te doen, ja, vond ik toch een beetje al een te grote lap. Daar moet ik gewoon de volgende keer een sok voor gebruiken. Ik ga wel de steekmarkeerder die ik net uit mijn pointel sok haal, die ga ik hier nu inzetten. Want dan kan ik volgende keer laten zien waar ik ben, wat ik gedaan heb. Want ik wilde deze voorlopig weer eens even meenemen in de mix van projecten. Want hij ligt dan tijdstil en nou ja, ik vind het gewoon leuk. Ik ben vast nog niet op de helft. Ik heb ergens een schemaatje waar ik dat kan zien. Maar nou ja, ik vind het gewoon leuk om hier weer aan verder te breien. Om hem zo op 1/2 te laten liggen heel lang, dat vind ik niet leuk. En van de mensen die deze sjaal gebreid hebben, hoor ik dus niet anders als, oh, het is echt mijn favoriete sjaal. Dus ik vind het leuk om eraan verder te breien, want dan kan ik hem daarna gaan gebruiken. Het is dus alleen recht breiwerk, dus je moet natuurlijk hier en daar meerdere of mindere, of inderdaad, wat ik nu aan het doen ben, tussen twee van die delen in, moet je steeds aan de zijkant het vastbreien. Maar doordat je, toen ik die delen aan het breien was, steeds de laatste steek niet brei, of de eerste steek niet, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, heb je dus een hele mooie stekenrand. Dus het is helemaal niet zoeken van waar moet ik nu dan weer, welke kantsteek moet ik nu dan weer vastbreien. Het is echt heel duidelijk. Het patroon is ook heel duidelijk. Dus ja, een leuk breitje om erbij te hebben, waar ik niet al te veel bij na hoef te denken. Ik ga het weer eventjes terug doen in de tas waar het in zat. Het zit in een stoffen tasje van Bad Cattle Yarn. Deze heb ik in Zwolle volgens mij bij Françoise gekocht. Haar logo staat erop. En verder is het een gewoon stoffen tasje. Maar ik vind de kleur echt heel erg gaaf. En er zit een pin op die we van de zomer kregen in Italië. Even kijken. Zit hij recht? Hij is echt leuk. Het is al, ik denk al een iets oudere pin. Dat weet ik niet zeker. Maar hij is van de Edelweiss hutten. En dat is een hut in het plaatsje Cofosco in Noord-Italië, waar wij heel graag komen. En nou ja, toen we daar waren, kreeg volgens mij mijn jongste die pin. En die mocht ik op mijn breitas doen. Het is een button, zeg maar. Hij heeft zo'n langwerpig speldje aan de achterkant. Dus die zit op deze tas. Ik ga de wolletjes erin doen. En het breiwerk. En de laatste meenemen. Oh, het zit er hier een beetje omheen gehaakt. Dus, mijn vertices unite. Leuk om aan te breien. Ook zeker wel geschikt voor als je beginnende breier bent. Ja, dus als je nu denkt van, goh, ik wil een keer iets anders als een rechte sjaal. Of ik wil een stapje verder, maar ik weet het nog niet zo helemaal zeker. Dit patroon is goed te doen. En de dingen die niet misschien heel vanzelfsprekend zijn op papier, daar heeft Steven West meestal wel filmpjes van op zijn YouTube kanaal. Dus ik denk dat als je een beginnende breier bent, dat je dit kunt. Ja,
Ik link hem ook in de show notes. Wat ik verder nog weer in mijn mix van breiwerken opgenomen heb, is de Academia Spense die ik voor mijn jongste aan het breien ben. Daar ben ik al echt een heel poos aan bezig. En zij vroeg aan mij, kan je een Spense voor me breien? Ik zei natuurlijk direct heel dapper, ja, dat kan ik. Ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn, hè? Gewoon een Spencer, gewoon zonder mouwen. Ze zegt, hoe lang ga je erover doen? En toen dacht ik nog, nou, dat klus ik zo voor je in elkaar. Nou, niet dus. En dat komt niet omdat het heel moeilijk is. Maar ik heb een andere woldikte als de wol die ze in het patroon voorschrijft. En ik had netjes een proeflapje gebreid, steken geteld en bedacht hoeveel steken ik dan moest opzetten ten opzichte van het patroon. Nou, dat heb ik best wel goed gedaan, want het deel wat ik gebreid had, heeft ze gepast. En dat paste heel goed eigenlijk. Dat zat, de boord zat gewoon netjes om me heen, was niks te groot of te smal. Alleen, ik had verder wel het patroon gevolgd. Dus ik heb alle meerderingen die in het patroon staan, die had ik ook gedaan. Zonder er nog bij na te denken dat mijn woldikte dus heel anders is als wat ze in het patroon gebruikt. En dat zou ik ook niet zo heel goed weten, eerlijk gezegd. Ik kan wel omrekenen als iemand zegt, ik heb 20 steken op 10 centimeter en ik brei een stukje en ik heb 30 steken op 10 centimeter. Dan weet ik, dan kan ik wel omrekenen hoeveel steken ik dan moet opzetten om aan hetzelfde formaat te komen qua breedte. Maar hoe ik die meerderingen om moet rekenen naar mijn andere draaddikte. Geen idee. Dus het wordt een beetje losse pols en we gaan wel zien werk. Ik heb de boord inmiddels opgezet weer. Het is het zettelgaren van Wolhobby. Ik heb het zelf geverfd. Ik zal even een bol erbij pakken. En ik had dus een heel stuk gebreid voor haar. Maar dat was dus qua omvang voor de boord wel helemaal prima. Maar bovenaan zat het gewoon niet meer goed. Het zit op een breikoord. Ik heb dit deel bewaard omdat ik, nou ja, samen met Linda had gekeken. En het kind erbij waar het voor is aangetrokken. En toen hadden we bekeken van, nou, waar ben ik dan fout gegaan? Nou, het zit dus in die meerderingen. Ik heb gewoon veel te veel gemeerderd. Als ik dikkere draad had gehad en ik had minder steken gehad en ik had die meerderingen die zij in het patroon aangeeft gevolgd, had het waarschijnlijk gewoon helemaal goed gekomen. Maar ik heb met mijn omrekenen helemaal geen rekening gehouden dat de meerderingen ook op een andere plek moesten komen. Dus ik had al dit, ja, ik was al best wel ver. Hè? Het staat op een breikoord, dus ik kan je de bovenkant niet zo goed laten zien. Maar ik had dus al gesplitst onder de armen. En ik had ook de voorkant al twee bolletjes, dat je eerst een toer heengaand op de ene breidt en dan heengaand op de andere en dan weer terug. Hè? Het is een V-hals. Dat ging eigenlijk heel goed allemaal. Misschien had ik iets eerder moeten bedenken dat ze het even moest passen. Dan had ik waarschijnlijk een heel stuk eerder geconstateerd dat het veel te wijd aan het worden was. En nu had ik besloten van, hè, ik had met Linda overlegd van hoe zal ik dat nou doen. En zij zei van, joh, je hebt genoeg wol. Als je nou opnieuw begint en je houdt deze erbij. We hebben een speldje erin gedaan om aan te geven, kijk, wat ik hier tussen mijn vingers heb, van hier tot hier, en dat is dus dubbel, dat is te veel. Dus dat moet ik gewoon minder hebben, maar ik heb het dus zo gelaten met die speldjes erin, hebben we aan weerszijden gedaan, zodat ik ook een beetje referentie heb voor mezelf, wanneer ik dan, hoe ik dan wel moet uitkomen. En het is een best wel mooi aansluitende spencer, zoals de ontwerpster het origineel bedoeld heeft.
Dus na de boord ga je eerst een stukje minderen en vervolgens ga je weer meerderen. Maar mijn dochter houdt op zich niet zo heel erg van heel aansluitende kleding. Die vindt het juist fijn als de dingen een beetje wijd en een beetje baggy zijn. Dus ik ga dat minderen en meerderen. Ja, ik denk dat ik het gewoon eigenlijk het patroon een beetje los ga laten. Ik denk dat ik gewoon dit als referentie hou en haar iets vaker ga laten passen. Dus ik ben opnieuw begonnen. Ik zal je even een bol laten zien. Ik heb 3 strengen geverfd. Dat moet ruim voldoende zijn. Spencer is natuurlijk op zich niet heel veel materiaal. Ik heb als basis de kleur Quiet Sea gebruikt. Dezelfde als die ik voor mijn sok had. En daar heb ik met verschillende donkere kleurtjes, onder andere Gunmetal, heb ik daar en Jet Black volgens mij, heb ik daar op gespikkeld. En nou ja, je kunt dus zien aan dat breiwerk hoe dat opbreidt, hè, hoe dat eruit gaat zien. Nou, dat vindt ze op zich hartstikke leuk. Wordt een beetje gevlekt. In het origineel zit ook over de borst een kleurenwerkdeel. Dat doe ik niet. Op zich zou dat nog kunnen als je bijvoorbeeld in het zwart kleurwerk erbij zou doen. Maar dat vindt mijn dochter niet nodig en niet zo leuk. Het is een ruitpatroon. Wel heel mooi. Maar nou ja, wellicht voor nog een keer in de juiste dikte gewoon het patroon netjes volgen. Ik heb dit stukje boord inmiddels. Dat is dus echt weinig. Hij wordt in de ronde gebreid, maar ik vind het zelf altijd heel handig, zeker met zoveel steken, om gewoon recht te beginnen. En als ik de boord af heb, dan sluit ik het. Dan is de kans dat ik nog een draai in mijn werk krijg ook maar heel klein. Dus, nou ja, ik heb nu, wat zal het zijn, 1 centimeter of 2,5 boord. Gewoon een recht, 1 recht, 1 averecht. En, ja, van daaruit gaan we omhoog. Zodra ik die boord klaar heb, ga ik in de ronde breien. En dan misschien dat ik wel wat steken meerder na de boord. Om gewoon ja, iets meer ruimte. Hij sloot nu heel mooi aan. Wat ik ontzettend mooi vind staan bij haar. Maar ja, zij houdt er niet van. En zij moet hem gaan dragen. Dus ik denk dat ik gewoon ietsje steken meerder. En hem dan vrij recht maak. En dan, nou ja, gaandeweg elke keer even passen. En dan hoop ik dat ik tot een goed einde kom. Dus ik ga een beetje freewheelen. Ja, dat heb ik nog nooit echt gedaan. Dus ik ga jullie op de hoogte houden hoe ik het er vanaf breng. Ja, en dan hoop ik eigenlijk toch wel dat die relatief vlot afkomt. Het is natuurlijk gewoon heel veel recht breien, dus het is niet moeilijk. En dan heb ik mijn Samal, mijn Vertices Unite en de Spencer. Dat zijn 3 actieve werkjes. Geen idee of ik daar nog iets bij ga doen. Ik heb echt een wensenlijstje heel lang, hè. Maar misschien dat ik eerst hier wat van afmaak weer. Dat weet ik nog niet zeker. Maar dat is in ieder geval nu wat ik aan actieve breiwerken heb. Ik ga het weer even in mijn tas doen en dan ga ik je vertellen wat hier ligt. Mooie nieuwe wolletjes. Even kijken. Het zit in de, nou ja, het zit niet in de knoop, maar het zit wel om elkaar heen gedraaid. En dat maak ik nu nog iets erger, heb je even. Ah ja, ik zie het. Volgens mij, als ik hem zo doe. Ja, ze zijn los. Dus deze gaat erin. Ik denk dat ik een heel eind door kan breien voordat ik deze moet gaan uithalen. Dus ik hoop dat ik, zeg maar, op een punt ben dat ik deze niet meer nodig heb als referentie. En maar goed, dat gaan we zien. Ik hou je op de hoogte. Voorlopig gaat hij terug de tas in. Ook deze link ik onder in de show notes.
En dan heb ik hier mooie nieuwe wolletjes. Ik heb niks gekocht op de beurs. Deze ga ik gebruiken voor een sample voor op de kraam. Wolhobby Merino is het. Oh, plop. En de kleur heet Dioptaas. En deze gele heet Warm Sunset. Lekkere pittige combinatie samen. En die ga ik gebruiken voor het nieuwe adventproject. Want, nog even, en het is alweer zover, hè? Dan gaan we alweer naar december toe. Het is toch niet normaal? Op 1 december beginnen we met een adventbreiwerk wat Linda ontworpen heeft. Vorig jaar hebben we een hele leuke sjaal gebreid. Waarbij je kon kiezen tussen een eenvoudigere variant. Die alleen uit rechte en averechte steken bestond. Dat was een rechte sjaal. Maar alles wat je in elk patroon wat je in rechte en averechte steken hebt, dat kun je ook in dubbelbreiwerk uitvoeren. Ik heb toen voor de dubbelbreiwerk sjaal gekozen. Die hadden we op de kraam hangen. Nou, dat was echt een grote hit. Hij is ook prachtig. Het was niet mijn sjaal die op de kraam hing, hoor. Maar nou, mensen vonden het echt, was echt een eyecatcher. Dus heel veel mensen hebben daarnaar gekeken. Maar dit jaar komt er een andere techniek. Dit jaar gaan we schaduw breien. Ik heb nog geen proeflapje gemaakt. Ik heb mijn strengen pas net uitgekozen. Schaduw breien is, het wordt ook wel illusie breien genoemd. Dat bestaat ook uit alleen maar rechte en averechte steken. En het breiwerk wordt in twee kleuren gebreid. Als je recht naar je breiwerk kijkt, dan zie je alleen maar je twee kleuren in lijntjes. Kijk je onder een hoek naar je breiwerk, dan zie je de illusie die er in het breiwerk verstopt is. En dat, ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik denk dus dat ik dat wel kan. En met het patroon van Linda, en zij heeft ook altijd filmpjes erbij, gaat dat ook vast wel lukken. Lijkt het je nou ook leuk om mee te doen? Dan moet je even naar Linda's website gaan, want tot 1 december, kun je je gratis aanmelden. En dan krijg je van 1 tot 24 december elke dag een stukje patroon toegestuurd. En dan gaan we met een hele grote groep, gaan we daar aan breien. En we supporten elkaar in de Facebookgroepjes die er zijn en op Revelry. En er is ook nog een WhatsApp groep als je dat leuk vindt. Eén groep waar we in kletsen en één groep waar die echt bedoeld is voor vragen. Daar wordt niet in gekletst, want dat is ook echt de bedoeling. Dat als je ergens op vastloopt in het patroon, dat je dan die vragen in de WhatsApp groep kan stellen. En dat je dan antwoord krijgt. En dat jouw vraag niet ondersneelt in allerlei leuke discussies over hoe we onze koffie drinken. En hoe lekker de pumpkin spice latte wel niet is. Dat doen we dus in het andere groepje. Om het een beetje helder te houden. Niet iedereen houdt van al dat gekletst. Hè? Sommige mensen willen gewoon alleen maar gericht vragen kunnen stellen. En daar gericht antwoord op krijgen. Dus dat is uit elkaar gehaald. Maar dan gaan we in ieder geval weer met elkaar breien. En als je bijblijft, zit je natuurlijk kerstavond trots te wezen op de bank. Met je nieuwe sjaal. En dat schaduwbreien moet weer in twee kleuren. Je moet een groot contrast hebben tussen je kleuren. Dat geeft het meeste effect. Ik denk dat het, dit is dan zeg maar een soort semi-solid, hè? Dus dit is niet helemaal door en door gekleurd. Ik denk dat dat heel goed werkt. Ik denk dat een gemêleerde wol misschien toch iets afdoet aan het effect. Dus als je dit nog niet kent en je gaat dat voor het eerst doen, dan zou ik zeker voor semi-solid kiezen of hele vaste kleuren en een groot contrast tussen je kleuren. Nou, dit is natuurlijk super pittig, hè? Ik zei het al, ik hou ervan. Ik ben heel benieuwd hoe dat in dat schaduwbreiwerk eruit gaat komen. Maar vind je het leuk om mee te doen, geef jij even op. Als je na 1 december bent, mag je nog steeds meedoen, maar is het niet meer gratis. Dus hou daar even rekening mee. Ook die link zal ik onderin zetten. En dan gaan we 1 december al van start. En dat is
Over een week of twee? Gaat toch hard, hè? Is het jaar al zowat weer om. Dus deze gaat vanaf dan pas mee. Maar voor die tijd heb je hem al lang weer een keer gezien. Maar ik wou de wolletjes alvast even laten zien. Ik vergat net nog iets te vertellen. Ik heb wel iets gekocht op de beurs. Ik heb niks voor mezelf gekocht. Geen wol gekocht. Want ik had in Zwolle nog wol gekocht bij Bad Cartoon Yarn. Nou, dat ligt gewoon nog in de kast te wachten totdat ik daar aan toegekomen ben. Nou, en ik heb natuurlijk net zitten vertellen dat ik zo heel graag mijn beursoutfit verder wil uitbreiden dan alleen maar oorbellen. Dus daar wil ik eigenlijk heel graag wat mee doen. Maar dat wil ik natuurlijk in wol van Linda. Hè? Want we gaan daar op de kraam niet staan in een andere wol. Hè? Alles wat je daar ziet is of een patroon van Linda of de wol van Linda. Dus dat wil ik heel graag in haar merino garen doen. Maar dat, ja, weet je, daar moet ik gewoon aan toe zijn. In de zin van dat ik dus eerst even andere dingen afgemaakt heb. En dan heb ik nog een heel lijstje met allerlei wensjes en dingetjes. Ik heb nog het samengaren wat ik gekregen heb toen we een klein breifeestje hadden met Linda en Alita. Dus daar wil ik ook wat mee gaan doen. Had Alita een hele leuke suggestie voor een patroon. Maar dat ga ik jullie allemaal pas vertellen als ik eraan toegekomen ben. Ik wil als laatste nog eventjes laten zien wat ik gekocht heb. Moet ik eventjes mijn bril bij opzetten hoor. Want dit is van Herma Quilts. En Going Round in Circles. Oké, ik moet even goed lezen. Herma de Ruiter heeft, dat is een vrouw die quilt. Onder andere quilt. Ze doet vast nog veel meer. Maar ze doet onder andere quilten. Zij heeft zich in tijden van corona, heeft ze een nieuwe techniek. Of ik weet eigenlijk niet of die nieuw is. Maar heeft ze voor zichzelf iets nieuws bedacht. Ze is elke dag een vierkantje gaan quilten. En dan wel met de techniek dat ze eerst een vierkantje maakte van verschillende lapjes. Daar zette ze een knoop in het midden. En dan ging ze daar met cirkeltjes omheen naaien. Hè? Zoals een quilt. En ze verkocht onder andere kleine pakketjes. Haar kraam was echt een feestje om te zien. Want ze had dus een heel jaar lang van zulke soort vierkantjes gemaakt. Dat hing aan de binnenkant van de kraam. Allemaal in lange banen. Echt heel mooi. Een soort ja, wandkleed, zeg maar. En ze had aan de buitenkant van de kraam ook nog allerlei wandkleedjes, quilts. Met allemaal van deze vierkantjes. Allemaal met een knoop in het midden. Dus allemaal deze techniek. Een vierkantje met een knoop in het midden. En dan cirkels om die knoop heen. Je kunt haar vinden op, dat ga ik ook allemaal linken, op Facebook als Herma Quilts en als Going Round in Circles. En op Instagram heet ze Hermeder. Hermader. Hermeder. En ze heeft een website www.pezzettino.com. Hier staat wat anders. Oké. Website heet www.pezzettino.com. Die zal ik ook linken, want dat is altijd lastig met schrijfwijzen. En je kunt ze ook verkrijgen, deze vierkantjes, op www.wonderfeel.eu. Nou, ze had dus vijf soorten soort mini-pakketjes liggen. En ik heb er daar vier van. Ik heb ze alle vijf gekocht. Eentje was voor Linda. Die heeft ze gewoon zelf betaald, maar ik had hem uitgezocht. En ik heb er vier gekocht, want ik ga donderdag naar de Breimeisjes in Soest. Dus ik denk niet dat de Breimeisjes heel mijn vlogs kijken. Maar mocht je wel kijken, dan heb ik bij deze verraden wat je cadeau krijgt. We doen eigenlijk geen cadeautjes. Maar die breivriendinnen die doen ook borduren en ook met lapjes stof naaien. Dus ik dacht, nou, dit is superleuk. Misschien dat we donderdag wel gaan doen met z'n viertjes. Ik heb de Summer Swim. En deze heet Auriferus. Auriferus, weet ik niet precies hoe je het uitspreekt. Deze heet Vera Decent.
En dan heb ik nog passionfruit. Dus 4 verschillende kleuren. En Linda had dan de 5e verschillende kleur. Die ze had. Dus had 5 van deze 5 soorten mini pakketjes. Ik ga ze meenemen. En dan mag elk brein meisje er eentje kiezen. En misschien dat we ze wel 's middags gaan maken. Het zijn kleine werkjes. Want Herma deed elke dag zo'n vierkantje maken. Dus dat vond ik leuk. Dus we doen eigenlijk geen cadeautje. Maar ik kwam iets leuks tegen. Dus ik besloot dat ik deze keer wel een cadeautje mee zou nemen. Nou, zit ik hier gewoon een uur vol te kletsen, zeg. Ruim een uur. Ik ga ermee stoppen. Mijn hond wil een rondje wandelen. Ik zei tegen hem, ik ga even een vlogje opnemen. En dan is het vrouw terug. En ik dacht, even een vlogje, nou, dat zal max 3 kwartier zijn. Maar dat is dus ietsjes langer. Volgens mij heb ik alles verteld wat ik wilde vertellen. Ik heb in ieder geval heel veel verteld. Ik ga ermee ophouden. Ik wens je een hele fijne week. Ik hoop dat je lekker veel tijd hebt voor je handwerken met dat fijne herfstweer. En handwerk ze. En tot de volgende.